Vandaag gaan we in gesprek met Jeroen Trouders, pianist, leider van het kinderkoor in de parochie. Maar dat niet alleen, hij zet zich ook in eigenlijk voor alle kinder- en jongerenactiviteiten. En hij doet dat vanuit besef dat de jongeren en de kinderen de toekomst van de kerk zijn. De kerk die hem dierbaar is en waar hij zich voor wil inzetten als onderdeel van de missionaire parochie in Hoofddorp. Vandaag gaan we met hem in gesprek. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen. We staan hier bij de stal op de Kaag. Dat prachtige, prachtige plek. Ja. In gesprek met jou. Je bent vrijwilliger bij de parochie. Ja, zeker. Misschien kan je wat vertellen voor de mensen die je niet kennen van wie je bent en wat je doet bij de parochie. Wie ben ik? Nou, daarmee te beginnen. Filosofische vraag misschien, maar... Ja, mijn naam is Jeroen Trouders. Getrouwd met Suzanne, 3 kinderen. Mm-hmm. Abel, Joël en Teerza. We wonen in Zwaanshoek. Op het randje van de Haarlemmermeerpolder. Juist. En inderdaad actief als vrijwilliger binnen onze parochie. Oké, en wat doe je daar zoal? Ja, ik mag een aantal dingen doen. Oké. Ik coördineer de kinderen- en jongerenactiviteiten vanuit het parochiebestuur. En zeker niet het minst belangrijke is dat ik pianist mag zijn bij ons kinderkoor. Juist. Dus iedere week hartstikke leuk met de kinderen lekker aan het zingen. Ja, precies. En mee bezig zijn. En je zegt van nou, ik mag dat doen. Is het ook, beleef je dat ook op die manier, dat je het mag doen? Ja, absoluut. Het is natuurlijk hartstikke mooi om dat te doen, om met de kinderen bezig te zijn. Ja. Met z'n allen dat ook te doen. Het enthousiasme van de kinderen. Dat is gewoon ontzettend leuk iedere week. Ja, precies. Iedere keer leuk om daar... Het is heel leuk om het ook... zien groeien, dat je met elkaar ook dat doet en dat het, ja, precies. Dat het tot iets moois leidt. Ja, exact. En dan merk je dat ook bij de kinderen, die hebben de lol in. Gaat het vooral om het, wat geeft hen de vreugde? Is dat het zingen? Is dat het samen zijn? Vinden ze ook belangrijk dat het in de kerk is? Of, wat? Het is de combinatie, denk ik. Okay. Het is de combinatie. Kijk, ze vinden het... leuk om te zingen, anders doe je het niet. Anders uiteraard. Geef je niet op voor een kinderkoor. Ja, zeker. Dat zie ik ook aan mijn eigen kinderen. Ja. Het is een hele leuke groep, dus ze vinden het ook heel erg leuk met elkaar. Ja. En nu in deze coronatijden oefenen ze ook maar dan via zo'n schermpje. En okay. dat samen ontbreekt dan. Ja. En voor mijzelf is dat het in de kerk is ook wel belangrijk. Okay. Zeker. En dat zal voor een heleboel kinderen ook wel zo zijn. Maar, ja. Het zou heel anders zijn, denk ik, als je dat voor een ander soort groep zou doen. Ja, en wat maakt het belangrijk? Hoe ben je er eigenlijk zo ingerold? Ook je coördineert dan alle activiteiten voor jongeren en kinderen, zeg je. Hoe is dat zo gekomen? Hoe is dat zo gekomen? Nou, eigenlijk was het zo... Ik heb eerder ook een ander koor begeleid in een andere parochie waar ik toen woonde. En een verhuisje en dan stop je daar op een gegeven moment mee. En... toen wilde mijn middelste zoon, Joël, die wilde op het kinderkoor. Oké. Prima. Dan ga je mee als ouder en dan zit je daarna te luisteren. En toen was er op een gegeven moment een nieuwe pianist nodig. Juist. En toen dacht ik van ik heb dit jaren gedaan. En, waarom zou ik het dan niet zelf doen? Dus toch wel weer leuk om te gaan doen. Ja. En als je dat dan doet, dan komt van het een en het ander, zoals dat zo vaak gaat. Ja, en, precies. Word je gevraagd om ook... breder dus met de kinderen en jongerenactiviteiten verder te gaan. Daar heb ik dan ook ja tegen gezegd en dat doe ik nu een paar jaar. Oké, en wat betekent het voor jou om dat te doen? Is het... Wat betekent het voor mij om dat te doen? Is het iets... Weet je wat ik net al zei? Kijk, het is denk ik een hele mooie manier om voor mij, omdat ik zelf ook jonge kinderen heb, om in te zetten voor de parochie. Mm-hmm. Wat ik zie is dat, een van de leuke dingen die ik zie, is dat er heel veel mensen zich inzetten voor de parochie. Maar wat ik ook heel erg het gevoel heb is dat wij,
mensen met kinderen, mensen die ook wat jonger zijn. Ja. Kijk, als wij met z'n allen willen dat onze kinderen straks ook nog naar de kerk kunnen, ja, exact, dan zullen wij het moeten doen met z'n allen. Juist. Dus in die zin heb ik ook wel heel erg, voel ik ook wel heel erg drive om dus ja, vanuit een gevoel en misschien ook een stukje verantwoordelijkheid naar de toekomst toe, ja, precies, dat zo op te pakken. Ja, precies. Is dat ook iets wat zegt, nou ja, nu op de website en in de info, missionaire parochie, is dat ook... Ja. Dat spreekt mij wel heel erg aan, juist vanuit dat perspectief ook inderdaad. Exact. Dus dat je naar buiten treedt. Dat je zegt, nou hier zijn we. Ja. En dit is ons verhaal. En dat dragen we uit. En daar zijn we trots op. Juist. En ik denk dat dat misschien wel de kern is van dat missionair zijn. Er zijn. Hè? We zijn ook een hele doenerige parochie. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is in dat missionair zijn. Ja, precies. En, nou ja, ik denk dat juist werken met kinderen en jongeren daar zich ook heel erg voor leent. Ja. Om hen ook in aanraking te brengen op die manier dus met de kerk op een leuke, spontane, soms ook speelse manier. Ja, precies. Zie je dat ook bij die kinderen en bij die jongeren? Pakken ze dat ook op? Worden ze erdoor gegrepen door het verhaal? Of is het toch iets moeilijks en staat het ver van hen af? Tuurlijk is het soms moeilijk. Natuurlijk vinden ze vieringen soms ook best wel lang en het is best wel ingewikkeld soms. Maar als ik dan ook weer zie, als pastor Rob Mancini daar staat te vertellen, dan luisteren ze en hangen ze aan zijn lippen. En ook via de liedjes, die je ook weer probeert uit te zoeken bij de teksten die die week gelezen worden. Ja, probeer je de kinderen ook weer wat mee te geven of je vertelt eens voorafgaand aan zo'n repetitie. Waarom zingen we nu deze liedjes? Ja, we zijn nu bijvoorbeeld ook met de kinderen een Nederlandstalige mis aan het instuderen. Speciaal voor kinderkoor geschreven. Okay, dat je ook op die manier de vaste teksten op een toegankelijke manier voor ze vertaalt. En dus ook daar dus in probeert mee te nemen. Precies. Dus het is een combinatie van gewoon leuk, lekker bezig zijn. Ja. Dat is ook een manier natuurlijk om mensen mee te nemen in het geloof. Ja, exact. Ja, het is zeker de toekomst van de kerk ook de gezinnen en de kinderen. Absoluut. 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 Ja, precies. En kun je dat zeggen van... Ik ben ermee bezig in de kerk en is dat ook in, leef buiten de kerk of in je dagelijkse situatie, je dagelijkse werken, ben je er ook mee bezig met dat missionair zijn? Dat weet ik niet. Ik werk in het dagelijks leven in mijn gemeente, in Haarlem. Ik denk dat het wel degelijk zo is dat ik dat soort werk doe. Vanuit een stuk ook maatschappelijke betrokkenheid en iets willen toevoegen aan de samenleving. Mm-hmm. Dus op die manier wel. Of mensen dan naar mij kunnen zien dat ik dan heel erg missionair ben, dat weet ik niet. Het is wel zo dat ik wel vind dat je ook in je dagelijks leven daar niet voor weg moet lopen. Je mag best trots zijn op waar je voor staat en je mag er ook best over praten. Ja, en als het zo ter sprake komt, dan vind ik dat wel leuk om daar ook over te vertellen. Dus op die manier wel. Ja, precies. En een beetje om af te sluiten, missionaire parochie. Je zet je in voor de parochie, specifieke kinderen en jongeren waar je mee bezig bent. Dat ook vanuit een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, missionaire parochie. En enthousiasme. Als het verantwoordelijkheidsgevoel was, dan ging het niet goed. Oké, heel goed. En zeg, inderdaad, hè, de missionair zijn, er zit ook... Een beetje een opdracht in, maar ook wel een hoop. En daar gaan we naartoe. En hoe zie jij het voor... Hoe kijk jij naar de toekomst? Zie je dat zonnig tegemoet? Of? Ik ben altijd heel hoopvol. En ik ben van de positieve school. Natuurlijk. Hè, er is achteruitgang in de kerk. En de kerk is vaak veel te veel naar binnen gekeerd. Maar juist op dit soort plekken. Ik denk dat je hoopvol mag zijn. Ik denk dat dat ook een van de kern. Ik denk dat het ook aan de kern raakt van wie we zijn als kerk. En ook de kern raakt van het geloven. Wel, die oude driedeling, geloof, hoop en liefde. Die is uiteindelijk nog steeds heel actueel. Er is altijd weer een nieuw begin. Er is altijd weer een nieuwe start. Je kunt altijd weer verder. En juist op een plek als de onze. Met zoveel kinderen, met zoveel enthousiasme. Ja. Als het bij ons niet lukt, dan lukt het nergens. En we hebben toch ook gewoon een mooi verhaal. Absoluut. We hebben een belangrijke boodschap. En, helemaal ja, niet. Volgens mij is er alle hoop en vertrouwen om de toekomst mooi tegemoet te gaan. Lijkt me mooie woorden om daarmee af te sluiten. Dankjewel. Ja. Veel succes en plezier met alles wat je doet. Dankjewel. Binnen de parochie. Dankjewel. Dankjewel.